Nationale Vrijdag. Chevalier heeft snel hulp nodig. In Spanje heeft EK finale plaats. Goedenavond en fijn dat je er weer bij bent. Kitty Kotti, de afschaffing van de slavernij. Deze dag valt dit jaar precies op een zondag. Volgens de wet zijn we de maandag, 2 juli dus, dan vrij. 2 juli is op vrijdag, omdat de wet van koningin Juliana was. En als 1 juli dan op een zondag valt, dat de volgende dag dan vrij bent. Nou, ik weet niet waarom ze dit wet hebben gemaakt, maar ik weet wel dat het door een koningin Juliana is gemaakt. Het is een vrije dag omdat het een wet is. Een wet is gemaakt door koning Juliana. En elke keer als het op een zondag valt, zijn we maandag ook vrij. Juist ja, de kinderen hebben gelijk. Op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft. En is de wet die toen door koningin Juliana gemaakt is, van kracht gebleven tot nu toe. Voor alle slaven was het een dag waarop ze lang gewacht hebben. 1 juli vieren we Kitty Kotti. En dat betekent, we zijn vrij. Niemand houdt ons tegen om iets te doen voor ons land. We zijn vrij. De afschaffing van de slavernij dus. Geen slaven meer. Iedereen is vrij. Vrij verklaard. Niemand hoeft meer slaven te doen, opdrachten te doen. Iedereen is vrij om zelf te werken, dus doen wat ze willen. Elk jaar weer wordt deze dag groots gevierd. Iedereen gaat dan extra mooi gekleed op stap en er wordt ook altijd lekker gegeten. Ik denk naar de stad gaan, wandelen met familie, vrienden, ja dat zo. Naar de stad gaan, lekker eten, dat? Nee, niet op beide dagen feesten. Of eentje slapen of eentje feesten. Dag, zondag gaat iedereen feesten. Misschien tot laat slapen. En maandag is er direct school, werk. Dus even uitrusten. Dat de volgende dag weer met alles energie op één is. En gewoon normaal werken. Wat is het favorietste gerecht dat je op die dag eet? Ik denk pommenpastei. Ja, dat is zeker wel lekker op deze dag. In ieder geval kun je dit jaar kiezen op welke dag je Kitty Kotti wil vieren. Officieel wordt het Kitty Kotti feest op het Onafhankelijkheidsplein op 2 juli gevierd. Biggie Ede, zo plagen de andere kinderen de 6-jarige Chevalier op school. Maar wat de pestkoppen niet weten, is dat hij erg ziek is en hulp nodig heeft. Want in zijn hoofd zit vocht dat hij niet uit kan. En daardoor wordt zijn hoofd steeds groter. Dit is een opengewerkt model van de hersenen, waarbij we dus het hersenweefsel hier zien en ook een opengewerkt deel van die met vocht gevulde ruimtes die groter worden, opgeblazen raken wanneer er te veel vocht in zit. Zijn hoofd wordt groter en ik las steeds over een hoofdpijn en heeft de achterstand. Hij doet de kleuter B over en hij valt veel. De enige manier waarop Chevalier geholpen kan worden, is door een operatie. Bijvoorbeeld als je water in een wasbak laat terechtkomen doordat je de kraan openmaakt. Als de afvoerspijp verstopt is, dan krijg je dat er te veel water in die wasbak zit en dus overstroomt. Het vocht moet uit zijn hoofd, want het heeft geen uitweg. Dus dan moet er een drain, dus net een soort buis in zijn hoofd geplaatst worden. Het is wel een zware operatie, waardoor dat vocht naar onder kan gaan. En zodat hij dan weer normaal zijn dingen kan gaan doen. De kosten van de operatie zijn hoog. Daarom zijn donaties erg welkom. De kleuters van de papegaaien kwamen daarom met een leuke verrassing. Hun snoepgeld hebben ze allemaal voor je gezet. Elke dag weer. Ja, en mama kan een deel van de dochterskosten dekken. Ja, we houden van je. Ja? De moeder van Chevalier is blij met de donatie, maar het is nog lang niet genoeg. De regering is al een tijdje bezig om de binnenstad te verfraaien. Zo is er bijvoorbeeld een nieuw vlaggenplein aangelegd. En er zijn om het Onafhankelijkheidsplein
grote bloempotten met plantjes aangebracht om deze plek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar het lijkt erop dat niet iedereen daar even blij mee is. 25, 26, 27, 28, 29. Ja, pot nummer 29 moest eigenlijk precies hier staan. Maar iemand thuis dacht er waarschijnlijk anders over en dacht, bij hun in de tuin is hij nog mooier. En hebben hem dus meegenomen. Ik vind het eigenlijk heel erg, omdat er een programma is ingezet, zoals ik begreep, om de stad mooier te maken. Stadsverfraaiing heet het, geloof ik. En als mensen dan dingen doen die daartegen ingaan, dan is het natuurlijk helemaal niet fijn. Daar had ik het net over, dat ik het hoorde op de radio. En ik vond het zo belachelijk. Ik vond het eigenlijk te zot voor woorden. He, want het is juist om dit op te leuken en dan heeft ja, een of ander idioot zoiets van, nou ja, het is ook leuk in mijn backyard, weet je wel. Vind ik belachelijk. Het werk dat anderen met zoveel moeite hebben gedaan om dat te vernielen of ongedaan te maken, dat kan nooit goed zijn voor niemand. Het is een versiersel van het plein. Toch neemt men het weg. Het kan niet. Omvang, de grootte ervan en het gewicht, hoe zwaar het is, dat kan waarschijnlijk nooit door één persoon zijn gedaan. Dus, waarschijnlijk zijn het meerdere mensen geweest. Ik weet wel zeker dat het met een groepje is, want dat kan je niet eens in je upje optillen, dat gaat nooit. Als het meerdere mensen geweest zijn, hoop ik dat ze ze vlug in de kraag vatten, want dit kan natuurlijk nooit goed zijn. En ik ga toch even kijken, want volgens mij is het echt niet zo makkelijk om mee te nemen hoor, maar ik ga het even proberen. Duidelijk niet, maar ik heb backup meegenomen. Dames, kunnen jullie me even helpen, want mij alleen lukt het niet. 1, 2 en 3. Het schuift niet eens een centimeter. Duidelijk niet. Dus waarschijnlijk waren ze of heel sterk, of ze waren gewoon met een grote groep. Want deze potten haal je niet zomaar weg. Op het Europees kampioenschap zijn er nog een paar ploegen over. Spanje won gisteren met strafschoppen van Portugal en staat nu in de finale. Vanmiddag werd de andere halve finale gespeeld tussen Duitsland en Italië. Vooraf waren de meningen over de uitslag verdeeld. Deze jongens volgen het Europees kampioenschap voetbal op de voet. En uiteraard hebben ze allemaal een favoriet. Ik hoop het voor Duitsland. Ik denk dat ze gaan winnen. Ze zijn goed. Ze spelen goed. Ik denk wel dat Duitsland de finale zal behalen. Ik hoop dat Italië doorgaat naar de finale tegen Spanje. Spanje is ook erg goed. Ik ben wel blij dat Spanje heeft gewonnen, want ik was niet voor Portugal. Veel verschillende meningen dus. Maar vinden ze het jammer dat Nederland niet meer meedoet? Nee, dat is niet waar. Hoe Nederland weg is, kijken juist meer mensen. Want de meeste mensen waren voor Duitsland. Of zijn voor Duitsland. De meeste jongens zijn voor Duitsland. Maar wat voorspellen ze? Ik denk dat Duitsland gaat winnen met 2-0. Ik hoop dat Italië het gaat winnen. En 1-0 misschien. 4-2 voor Duitsland. 4-3 voor Duitsland. Intussen is de andere finalist bekend. De grote finale wordt zondag gespeeld. En met het EK-nieuws sluit ik af voor vandaag. Slaap lekker straks. Doei doei!